Mijn naam is Daniel. Tadaa. Welkom bij Circus Expert. Ik ga jullie vertellen over stelten. En we hebben twee soorten type stelten, namelijk puntstelten en platformstelten. En platformstelten zijn ook bekend als stucadoorstelten of voetstelten. En ze hebben allebei hun eigen voordelen en nadelen. Ik ga ze met elkaar vergelijken, uitleggen wat de verschillen zijn en ook uitleggen hoe ze allebei individueel werken. En wat het is. De meest klassieke stelten, standaardstelten zijn de puntstelten. En dit zijn ook de stelten waarmee ik zelf het meeste werk. Ze hebben een voet onder. Deze stelten komen van Unicycle. Vind je op onze website als Unicycle stelten. Je bindt je voet vast. Je kuit gaat hier in de houder. Daar komen spannen onderheen. Die staat erg stevig vast. En kunt het dan oplopen. En op puntstelten moet je altijd in beweging blijven. Dat is het grootste verschil met de stucadoorstelten. De stucadoorstelten hebben een voet die breed is. Je bindt ook jezelf vast met je kuit en met je schoen. Maar die kan meebewegen. En daarom hoef je niet te blijven stappen. Deze stelte is dan ook veel makkelijker voor beginners om te leren. Het wordt zelfs gebruikt door stucadoors om grote wanden te kunnen stucadoren. Om lampjes aan te draaien op het plafond en dan te verplaatsen. Dat is met deze stuk moeilijker. Het nadeel van deze stelte, en vooral daarvoor heb ik een iets zwaardere stelte die lastig is om lange afstand mee te lopen. Dus als je in een parade loopt, dan wil je puntstelten. Deze stucadoorstelte, de platformstelte, die wegen samen 8 kilo, dus 4 kilo per stelt. En ze zijn verstelbaar. Ik heb er hier zo eentje op zijn hoogste gezet. Dan is hij 1 meter van de grond tot aan het voetplatform. Of op zijn laagst is hij 60 centimeter van de grond tot aan het voetplatform. Daar in ruil daarvoor, bij de puntstelten, die kun je niet zomaar verstellen, maar je kunt wel weer de poot vervangen. Als ik de poot helemaal wegneem en ik zet de dop hier op het zwarte deel, dan is hij 45 centimeter. Hij heeft nu de standaardpoot van 90 centimeter tot aan het voetplatform. Maar je kunt ook nog extra lange poten bestellen op onze website. En dan is hij 110 centimeter van de voer tot aan het voetplatform. Als je zo'n stelt koopt, dan kun je je schoenen op vastzetten, dat raden wij aan. Je kunt je schoenen hier zo inschuiven en dan vastbinden met deze snoeren, dat moet sowieso. Maar als je dat doet, kan het nog een klein beetje blijven bewegen. Ik vind het zelf fijn om een paar oude schoenen hier in te zetten en dan met moertjes door de schoen heen te bogen en dan moertjes hier vast te zetten in de gaatjes. En dan heb je extra goed stevig. Zo ga je dat doen met schoenen die hoog zijn, die een hoge enkel hebben. En dat kan trouwens bij de platformstelten kan dat ook, maar is dat ietsje minder hard nodig, dan heb je ook deze hak waar je al lekker stevig vast bij zit. Maar ook hier zitten gaten waar je je schoenen mee vast kunt zetten. Extra voordeel van de puntstelten is dat er een veer in zit. Ik kan een klein beetje deze stelt naar beneden duwen. Niet genoeg om mee te springen, maar wel genoeg dat als je lange afstand loopt, dat het iets comfortabeler is. Dat je niet elke keer een schok door je ruggengraat krijgt. Bij de platformstelt heb je ook een veer, maar die heeft een hele andere functie. Namelijk dat je naar voren en naar achter kunt leunen. En dan komt de stelt vanzelf weer naar het midden terug. Die veren die kun je afstellen. Sommige mensen hebben het gevoel dat ze een klein beetje te veel op achter staan de hele tijd. Dan zou je de veer boven zo kunnen draaien dat je vanzelf je gewicht wat meer naar voren geeft. En dan sta je iets comfortabeler. Nog één extra tip. Je wilt die stelten zo strak mogelijk aan je kuiten vastzitten. En die bandjes die doe je voor je scheenbenen. Maar als je die strak aantrekt, dan willen die nog wel eens een beetje in je scheenbeen snijden. Ik zelf gebruik dan ook volleybalbeschermers die ik om mijn been doe. En dan trek ik ze daaromheen strak mogelijk aan. Dan kan ik ze echt als verlengde van mijn been gebruiken, zonder dat het oncomfortabel wordt. Dan, naast stelten hebben we ook toevallig nog een paar steltbroeken. Ik heb hier zo een witte en een zwarte. Deze zijn breed genoeg om zowel voor beide stelten gebruikt te kunnen worden. En ze zijn lang genoeg voor elke lengte. Alleen voor als je korte stelten hebt, zul je ze dan misschien een klein beetje moeten oprollen of extra hoog aantrekken. En deze vind je dus ook op onze webshop. Dus platformstelten als je stil wil staan. Puntstelten als je veel wil lopen. En een steltbroek erbij, want dan zie je er leuk uit en ziet niet iedereen je mechanische voet. Dat zijn de stelten van de Circus Expert. En zo ziet het dan eruit met de stelten aan en de broek aan. Ik heb de platformstelten. En zoals je ziet hoef ik dan daar niet mee te heen en weer te stappen. Ik hoef niet constant te balanceren. En dat is super handig wanneer je bijvoorbeeld mensen wil uitzwaaien, handjes schudden. Of je kan zelfs tegelijkertijd jong leren. Als ik een bal aangegooid krijg, hoef ik me niet te concentreren op het balanceren. En kan ik rustig mijn eigen ding doen. Dus,